Hi, welkom bij een splinternieuwe aflevering van Russo's Running Channel. Vandaag zijn we neergestreken in Utrecht. We gaan naar de Utrecht Science Park Campus Run. Een hele mond vol. Nou ja, het weer zit ons blijkbaar weer niet mee vandaag. Het is 4 graden. Dus ik hou nog zo lang mogelijk mijn warme bovenkleren aan. En het regent behoorlijk. Dus parapluutje maar weer mee onderweg en hopen dat we die daar op het terrein ergens kwijt kunnen. Vergeet niet jongens, even subscriben, het belletje en druk op de like button. Dan maken jullie nog veel meer van deze mooie video's mee. Deze video gaat ook tevens weer dwars door gebouwen heen. Ik neem aan van de Utrecht Campus, want het is nou eenmaal een campusrun. Wij gaan naar de start toe. Wij gaan het startnummer ophalen. Wij gaan zien wat het wordt. Ik ben heel benieuwd. Ik zie jullie zometeen. Yo! Deze jongen is derde geworden. Van harte gefeliciteerd. Nou, wij gaan nu het startnummer even ophalen voor de 5 kilometer. Ja, jammer van die blessures. Dus we gaan eens even kijken. Voornaam NZAM. JKLM. Ach jee. Ik mag in de grote rij gaan staan. Jammer is dit. Nou, even wachten dus. Nou, ons startnummer hebben we al op, zoals je ziet. We gaan nu richting de start. En ja, ik ben zeer benieuwd hoe het rondje in de regen gaat zijn. We zien elkaar bij de start, jongens. Yo! I'm
Oh, wat een kou, jongens. Wat een kou. Wat een weer. Ik heb dit nog niet meegemaakt. Met ook maar één van mijn runs. Dat het zo gigantisch veel regent. En ook nog met 3-4 graden erbij. Nou, dat is lekker prettig. Ik weet niet hoe jullie het allemaal zien. En hoe jullie de weg verder zien. Maar ik denk dat het voor mij wel even tijd wordt om mijn lensje even wat op te poetsen. Och, jongens. Het is toch allemaal wat. Nou ja, gelukkig is het dit keer maar 5 kilometer. Dat moeten we kunnen redden. We hebben er al 2 gehad bijna. Dus nog 3 te gaan. Ik zeg, en door. Thank you.
feels like it's raining on me now. All of the snow in this winter land used to look so pretty, now making me moody. In the deep woods alone with my fields, spend too much time thinking. In the end you'll be with me. Maybe I'm just getting it now. Time I took a little time out. Demons really catching up. Nou, we zitten nu op de 3 kilometer en ja, 1 gebouwtje in geweest, leuk tuintje door geweest. Ik hoop dat jullie daar tussen de druppels door wat van gezien kunnen hebben. En ik zie nu dat we zo weer een bochtje linksaf gaan, weer een beetje richting de kant van de campus op. Ik hoop dat wij nog heel wat gebouwtjes in mogen. Want eentje is natuurlijk wel erg karig. En ja, dan zitten we over 1,5 tot 2 kilometer alweer aan het einde van dit spektakel. Ja, en dan komt natuurlijk het allermooiste van al die runs kijken. Het speciaal biertje. Oh, heerlijk. Heerlijk, wat zal er nu weer in mijn tasje zijn gestopt? Ik ben zo benieuwd. Ik ga even hopen dat ik de afsluiting in de sporthal met mijn lekkere pilsje mag doen. En anders gaan we gewoon even lekker buiten in de regen zitten. Wie dut het wat? Hè? Zoals wij altijd zeggen in het noorden. Wie dut ons wat? Nou jongens, ik spreek jullie. Ik denk haast niet bij de volgende pitstop, maar ja, dat zeg ik wel vaker. Ik spreek jullie gewoon zo wel weer. Ik zeg, yo!
Nou, we zijn aangekomen bij het laatste stukje. Het is nog maar een paar honderd meter. 700. Ja. En het is wel een hele mooie campus, hoor. Zoals je hier ook ziet. Leuk gebouwtje. Alleen, ik herhaal. Toch jammer dat we er zo weinig in geweest zijn. Misschien gaan we op het eind nog door een gebouwtje heen. Dat zien we vanzelf. Ik zie jullie waarschijnlijk gewoon bij de finish. En ik laat jullie nog even meegenieten van het heerlijke druppelfestijn. Ik zal mijn natte doekje nog maar eens eventjes over mijn vochtige cameraatje heen doen. Dan kunnen we het eind in ieder geval nog een beetje erbarmelijk goed zien, of erbarmelijk slecht, of behoorlijk goed. Ja, jongens. De Nederlandse woorden, schat, die raakt helemaal van slag als Jampie aan het rennen is. Nou, wij gaan er weer achteraan. En tot bij de finish. Yo! We hebben het gered, we zijn toch weer in een gebouwtje terechtgekomen. Maar ik moet wel zeggen, de dag snelde weer uit. Jammer is dat, hè. Oh, trappetje af. Anders liggen we zo plat. Gebeurt ook vaker. Maar laten we dat maar niet weer gebeuren hier. Nou, we doen de laatste paar honderd meter nog even door. Tot bij de finish, jongens. Yo! We'll be right back.
alles gebeeld en wel. De helden en heldinnen van elkaar van Utrecht parken. Nou, we hebben nog gered. Hij is binnen. De medaille. Heerlijk. Wij gaan op naar die oost zo heerlijke afsluiting. Yo! Nou, dat was hem dan weer. De Utrecht Science Park Campus Run. Er komen, af en toe komen er nog een paar overgebleven renners achter mij aan. Ze kunnen ook wel meegedaan hebben met de 10 kilometer. Maar dit is het laatste stukje richting de finish. Ik ben hier even gaan zitten omdat het droog is. Want ik houd niet zo van die regen. Ik ben niet van suiker, maar ik smelt wel. Nou, ja, prachtig. Door gebouwen heen. Het was twee gebouwen waren het. Eentje gingen we heel snel doorheen en het sportcomplex wat minder snel. Maar dat mag allemaal niets baten. Ik heb wel een heerlijke run gehad. Lekker nattig, lekker koud, 3 graden. Wat wil je nog meer? Jongens, vergeet één ding niet. Even subscriben, like deze video en druk op het belletje. En volgende week zien jullie mij bij de Sinterklaasloop in Heerde. Ik geloof dat we die week daarop nog naar de KLM Urban Trail Sessies in Eindhoven gaan. En die week daarop zitten we in een run in Ameland, of op Ameland. Nou ja, ik ben zeer benieuwd. Ik heb nu even één ding wat ik het allerbelangrijkste vind. En daar gaan we eens even van genieten. Wij hebben weer een lekker speciaal biertje. Wij hebben hier de Gulpener UR Hop. Ja, dit is een 6% biertje, biologisch, al 8 generaties brouwt onze familie in de Zuid-Limburgse heuvels de meest smakelijke, uitgesproken en eerlijke speciaalbieren. Nou, bitter en kruidig. Jongens, ik ben hartstikke benieuwd, we gaan hem eens even openklappen. Ze ploppen tegenwoordig niet meer zo erg. Misschien komt dat omdat deze biertjes wat kouder zijn, want deze vriestemperatuur houdt de biertjes niet echt op kamertemperatuur natuurlijk. Oh. Oh. Dit is wel een lekker sterk biertje. Hij is ook zeer kruidig. En ja, wat hij zegt, bitter. Maar wel lekker bitter. Een beetje kruidig, bitter, je proeft hem echt, je krijgt echt even zo'n, even zo'n klap door het huigje heen. Nou, en hij is heerlijk fris, ik ga ervan genieten. Jongens, genieten jullie ook van dit weekend, van de week en volgende week zien we elkaar weer bij de Sinterklaasloop in Heerde. Hoi!